In Kerkrooi brok in de nacht van donderdag op vrijdag branddood in een grote loods, waar op dit moment een groot aantal oldtimers in geparkeerd stingen. De loods sting aan de Wiebachstraat vlakbij het Roda Stadion. De bijzondere wagens zijn allemaal verloren gegaan door de Vlammenzee. Volgens de Limburger waren de auto's de dag van tevoren gepresenteerd bij een show. Die heeft witte donderdag plaatsgevonden bij de Tegel- en Sanitairhangel de Neven het Pint Lake. Die is ook beschadigd geraakt door de brand, maar de loods waar de auto's in stingen is volledig afgebrand. De oorzaak van de brand in Kerkrooi is niet bekend.